Het gemiddelde spiermassaverlies zal ongeveer... Welkom Trekkerbroeders bij weer een nieuwe video en vandaag hebben wij de vraag van Wim Peters. En Wim Peters, conclusie van zijn vraag is, hij was iets wat aan de lange kant. Conclusie is, hoe vaak moet hij gaan trainen als hij op vakantie is om geen spiermassa te verliezen? Achter mij op het bord heb ik Jantje getekend, 2 maal. Sport Jantje, die gaat lekker op vakantie en die gaat lekker trainen en lekker doen. En niet Sport Jantje, hij zit in de bar, hij bestelt een biertje en hij ontspant lekker, hij doet helemaal niets die vakantie. Sport Jantje die gaat lekker knallen, lekker vlammen. Hij is normaal gesproken 3 keer per week lekker aan het trainen, vervolgens gaat hij op vakantie, 2 weekjes en hij denkt... Weet je wat, ik ga ook gewoon weer lekker 3 keer per week trainen en ik doe gewoon hetzelfde wat ik thuis doe. Hij heeft er een sportschooltje in de buurt of in zijn hotel. Er staat een bankdrukapparaat en een barbel en noem maar op. Jantje is gewoon lekker bezig. Maar Jantje had het thuis al vrij druk, hij was inmiddels toe aan vakantie. En hij ontspant lekker op vakantie, maar toch door dat trainen is hij gewoon bezig. Zijn stressniveau blijft... gemiddeld, af en toe word je dan wel eens gestoord op vakantie, denk je aan bepaalde dingen. En het gevaar daarvan is, dat wanneer hij thuis komt, hij in principe nog niet is uitgerust. En dat is zonde. Of, hij is op gelijk niveau gebleven. Kan ook. En vaak zijn figuren zoals Sportjantje, die gaan lekker trainen. En die gaan s'avonds naar de bar toe. En die bestellen ook een biertje, of een lekker sapje natuurlijk. Want, ja, je bent helemaal op vakantie en je wilt nog gewoon ontspannen. En meestal gaat dat wat beter met wat alcohol. En dat kan natuurlijk belangen niet slecht zijn. Maar het risico is, wanneer hij gaat trainen, hij traint. Hij gaat s'avonds naar de kroeg toe of hij gaat met vrienden lekker wat drinken. Of met familie wat drinken. Vervolgens waggelt hij een beetje naar huis toe. Hij slaapt lekker uit, maar klein licht katertje. Hij houdt een dag rust, want dat hoort in de fitnesswereld. En netjes gaat hij de dag erna hetzelfde als thuis, begint hij weer met sporten. Alleen het probleem, wat zich hier opdoet. Jantje denkt dat hij goed bezig is. Hij denkt, oké, ik ben bezig trainen, een dag rust en ik ga weer trainen. Maar door die alcohol herstelt hij slechter. Dus in principe is hij die 2 dagen verder nog steeds niet optimaal hersteld. Wat gaat hij doen? Zijn lichaam weer beschadigen. Als hij die avond weer alcohol gaat drinken, kunnen jullie wel raden wat er gaat gebeuren met Jantje. Zijn volgende sportprestatie zal nog slechter, nog slechter, nog slechter, nog slechter wezen. Als hij inmiddels thuis komt, denkt hij, zo hè, een lekkere vakantie geweest, maar ik voel me toch wel een beetje schuldig, dus ik ga lekker vlammen en lekker gewoon bam, doorgaan. Hij ignite zijn fire. En wil niet altijd lukken. Logisch, logisch. En vanaf daar kan het bergafwaarts gaan, of het duurt gewoon weer een tijdje voordat hij weer een beetje progressie gaat maken. Dan hebben we Jantje 2. Ik noem hem voor de grap alcoholjantje. Alcoholjantje ontspant lekker. Hij heeft zoiets van, ik sport 2 weken niet. Lekker rustig, lekker perfect. Ik doe lekker een biertje. Op zich ben ik meer voor die variant. Je gaat in 2 weken echt geen spiermassa verliezen. De gemiddelde persoon gaat 2 weken op vakantie. Sommigen maar 1 zelf. Je gaat echt geen spiermassa verliezen in die korte periode. Het gemiddelde... spiermassaverlies zal ongeveer 5-10% na 4 weken zijn. Alleen je verliest die spiermassa en aangezien je lichaam aan spiergeheugen doet en je echt wel weet hoe je moet trainen en hoe je moet eten, heb je dat er binnen een maand, misschien 2 weken zelfs alweer bij. Natuurlijk, het lijkt altijd alsof je een hart naar beneden gaat, alsof je progressiekaart naar beneden gaat, doordat je ook veel minder gewicht kan gebruiken. Maar dat is niet erg, dat is logisch en... het proces van krachtverlies gaat nog eenmaal wat harder dan het proces van spierverlies. Maar dit heb je na 2 weken trainen, heb je dit alweer terug. Sorry, ik kreeg een berichtje. Het grote gevaar met Jantje hier. Dat is de clue van deze video, hier gaat het om. Jantje daar, die zit lekker. En soms zit hij wat te lekker. Hij zit er lekker, palmboompje, cocktailtje in zijn hand. Lekker, achterover zo. Te genieten van zijn vakantie. En daar gaat het fout. Hoe des te meer hij geniet. Des te meer zijn sportmotivatie omlaag gaat. Ah, ik kom na de vakantie wel weer. Ah, ik kan er nou even van genieten. Ah,
Weet je, misschien nog vrienden of familie die zeggen van ja, je sport heel veel, geniet er nou even lekker van. Perfect, hij gaat lekker genieten. En op het moment dat hij thuis komt, weet je, zoiets van ah, ik heb toch nog een weekje vakantie. Dus ik trek hem even door, weet je. Ik kan deze week wel sporten, maar ik ga niet zo hard, weet je. Ik doe gewoon 70% van mijn kunnen als wat ik normaal doe. Of ik doe een halve training of noem maar op. En dan wordt het gevaarlijk. Dan worden die 2 weken, dat worden namelijk 4 weken of misschien wel langer. Of zijn progressie en zijn motivatie gaat helemaal omlaag. En dat zou nou verschrikkelijk zonde zijn. Wat doe ik op vakantie? Hoe heb ik dit ervaren? Wat zijn mijn tips? Ik ben drankjantje. Ik doe lekker helemaal niks op 2 weken vakantie. Lekker ontspannen, lekker een biertje, lekker rustig aan. Maar ik zorg er wel voor dat ik mijn motivatie niet verlies. Ik sport nu al zoveel jaar dat in principe mijn motivatie niet meer kan verliezen. Omdat dit gewoon mijn leven is en ik het gewoon doe. Maar wat ik wel doe, ik blijf lekker in contact met mensen. Weet je, ik kijk lekker onder deze reacties op YouTube. Weet je, dat vind ik leuk. Ik blijf video's van andere YouTubers kijken. Ik ga me vooral heel erg inbeelden aan mijn doel. En dat is het allerbelangrijkste. Ik deadlift bijvoorbeeld 180 kilo. Dat was mijn PR, dat was mijn max. Maar als ik op vakantie ben, dan denk ik zo. Ja, 200, toch wel een mooi getal. Moet best te doen zijn voor iemand van mijn lengte, mijn leeftijd. En het is gewoon lekker binnen handbereik. Alleen het is maar 20 kilo. En dan ga ik uitkijken naar de toekomst. Oké, okay. En dan ga ik ook terugkijken naar het verleden. Wat heb ik al bereikt? 180. Vind ik best netjes. En dan ben je dus 2 dingen doe je. Je bouwt motivatie op omdat je in de toekomst gaat kijken. En je bouwt zelfvertrouwen en gewoon geluk en passie voor de sport op. Doordat je terug gaat kijken naar wat je al hebt bereikt. En als je die 2 dingen combineert, dan knal je gewoon vooruit. Dat is heerlijk. En als ik dan lekker op die vakantie zit en ik zit erover te denken, en dan begint mijn fire aan de binnenkant, weet je. Dan denk ik, oh, zo, als ik straks terug ben, ik heb er zin in. Dan ga ik wel eens een voedingsschema maken al voor mezelf. Zit ik gewoon even rustig te kijken, wat producten te vergelijken en noem maar op. Want er valt altijd van alles aan te passen. En op het moment dat ik dan thuis kom, klaar, gaan. Gewoon gelijk. Niet, oh, kom op een woensdag thuis, dus ik ga het weekend weer sporten. Of, oh, ik heb nog een weekje vakantie. Nee. Ik sta echt om te springen, om te beginnen, om te knallen, om te vlammen. Ik kom thuis, ik weet precies wat ik moet doen, want of ik heb mijn schema niet veranderd, of ik heb die op vakantie gemaakt. Mijn voedingsschema, mijn voedingsproducten, alles is gewoon gereed. Ik zorg ook dat een klein extra tipje is, mijn huis is opgeruimd. Ik kom thuis, ontspannen, kleding in de was, poef, gaan. 1 rechte lijn. Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.